Het gaat voor mij over liefde en vriendschap heel erg. En ongemak. Dat het een beetje, sommige stukjes zijn ja, een beetje ongemakkelijk tussen Fien en Hidde. Dus ja, daar eigenlijk een beetje over. Wel zacht, hè? Meisjes zoenen. Heb jij eigenlijk wel eens met een jongen gezoend? Nee, je hebt het verschil natuurlijk nog nooit geproefd. Daar ben je veel te cool voor. Zijn er eigenlijk gay rappers die met allemaal gouden tanden met elkaar mogen zoenen? Of mogen meisjes wel met meisjes zoenen, maar jongens niet met jongens? Ik ben Karen Rozier en ik ben GZ-psycholoog en seksuoloog in VVS. Wat betekent dat eigenlijk, je seksualiteit ontdekken? Hoezo is dat iets wat je kan ontdekken? Wat ontdek je dan? Ik hoef even niet meer aan te denken. Ongemak bij praten over seksualiteit komt eigenlijk hoofdzakelijk door twee dingen. Ten eerste eigenlijk al door de ouders. Want jonge kinderen die ontdekken hun lichaam op een gegeven moment. Wat helemaal niks te maken heeft met de volwassen seksualiteit. Maar wat te maken heeft met, ik vind dat fijn, dat voelt fijn. En als je dan als ouder reageert van, oeh, dat mag niet of ik kijk weg. Dan geef je al een soort impliciete boodschap aan je kinderen van, hey, blijkbaar mogen we het hier niet over hebben. Heb jij wel eens met iemand gezoend zonder dat je had gedronken? Zonder drank? Eén keer? Slijmerig, hè? Ja, ik herken de hele voorstelling herken ik eigenlijk in de vriendengroep heel erg. Niet alles, maar wel echt sommige dingen. Ben jij wel eens bang dat je ineens gay blijkt zijn? Hoezo zou ik daar bang voor zijn? Maar jij bent echt niet gay, hoor. Hoe weet jij dat nou? Ja, dat weet ik niet. Dat slaat ook nergens op, maar dat denk ik. En dat heeft toch helemaal niks met elkaar te maken? En hoe cares wat andere mensen denken? Jij gaat er gewoon lekker meester worden als je dat wil. Volg je die hert, want het klopt. Het feit dat die voorstelling er is en dat er dus mensen dingen zeggen waarvan je denkt, hey, dat herken ik ook of dat vind ik ook lastig, dat helpt al heel erg. Als het gesprek op gang komt in een klas, dat verschilt natuurlijk ook per school, per klas, per leeftijd ook. En sommige jongeren zijn er nog helemaal niet aan toe. Maar het feit dat je het al hoort en dat je weet, hey, er wordt over gepraat, blijkbaar kan dat of blijkbaar maken deze mensen ook zoiets mee, dat helpt ook wel heel erg veel. Vooral het feit van, hey, ik ben normaal. Dat kwam trouwens ook in de voorstelling, wat is nou normaal? Hey, alles is normaal, als je het maar samen afspreekt en als je er maar over hebt. Dus ik denk dat dat wel heel erg helpt van, hey, het is blijkbaar normaal dat we het hier over seks hebben. Wat doe je dan? En dit? Zo, joh, die overbuurvrouw die had gewoon gelijk met de paarse crocs. Mijn wens is gewoon uitgekomen. Was dit je wens? Ja, ik herken wel dat je net weet wat je wil. Dus dat je, ik lees de keuzes met Marge en dat ik het wat in de voorstelling ik beneemd vind. Dat je eigenlijk net weet wat je wil drinken, van salits tot grote onderwerpen kan ik het wel hebben dat ik heel erg heel twijfel. Maar ja, ik hoorde wel van anderen over jou, hoor. Met je tennisleraar aan een fucking kleedkamer. Dat was ik niet, dat was Sterre. Huh, dat was Sterre? Ja, want het was niet per se leuk. Het deed best wel pijn, zei zij. Huh? Oh, dat wist ik niet. Ja, maar lekker over sletjes praten, hè, met je vrienden erbij. Nou, dat uitschelden van slet. Dat je gelijk een slet bent. En dat je eigenlijk, dat het gek is als je zoveel zoent. Of dat het eigenlijk niks betekent. Het zoenen, maar voor die anderen misschien wel. En dan zit je aan diegene vast. Dat is wel echt een dingetje. Dat vind ik zo mooi van deze voorstelling. Dat je het er ook over hebt. En dat je het niet alleen over de technische kant van de zaak hebt, maar ook over, oh wacht, ik vond het een hele fijne ervaring wat hij zei. En zij vond het niet fijn. Hoe kan dat dan, terwijl je allebei in dezelfde situatie hebt gezeten? Ja, ik wilde dat ook. Maar toen we eenmaal bezig waren, toen kon ik niet meer terug.